Dames en heren, we zijn bijna aan het einde van deze dag gekomen. Een dag met de stad in balans. Waar we met elkaar aan het zoeken zijn van wat is nou uiteindelijk die stad van de toekomst. Waar we met elkaar aan werken. Waar we proberen met elkaar te zorgen dat het een inclusieve stad is. Dat het een duurzame stad is. Dat het een stad is waar we graag in willen wonen met elkaar. Waar we bij voorkeur ook niet in het water staan. Dat is ook belangrijk. En een van de dingen die steeds voorbij kwam deze dag was naast de menselijke maat. Kwam ook steeds ervoor het is belangrijk om dat goed met elkaar te bespreken. En dan klinkt dat flauw met elkaar bespreken, maar dat vraagt afstemming. Zorgen dat we met z'n allen aan dezelfde kant van de touw trekken. En dan is het altijd fijn om de dag af te kunnen sluiten met iemand die heel hard aan dat touw ook trekt. Namelijk de minister van Binnenlandse Zaken. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Kasia Ollengren. Dankjewel. Dankjewel. First of all, I'd like to thank Robert Hammond. I thought it was very, very inspiring, bringing the High Line to the Low Countries. And I didn't bring any pictures. I hope you don't have to look at me twice all the time, but it's not in my hands. No, but it's so then you just keep New York in mind, because it fits very well to the story I'm going to tell. And I apologize, but I prepared it in Dutch. Sorry. Perhaps your neighbor can translate it a little bit. Dames en heren, ontzettend leuk om hier te zijn om de dag van de stad in Amersfoort, de burgemeester is er ook, hier af te sluiten. En ik begin even met een citaat. De stad is niet meer. We kunnen het theater verlaten. Dit was een zin, de laatste zin, uit een beroemd essay van Rem Koolhaas. The Generic City. En dat was zo'n 25 jaar geleden. Nou, de stad die had dus zijn beste tijd gehad, dat was de observatie. En dat is niet zo raar. Ik weet het zelf ook nog uit Amsterdam. Amsterdam had zich voorbereid op een enorme bevolkingsexplosie op weg naar de miljoen. Maar Amsterdam was 200.000 inwoners gewoon verloren. Die waren vertrokken naar de steden rondom de stad. Purmerend, Almere. En veel oude steden waren vies en verpauperd. En de mensen gingen naar andere nieuwe woongebieden, die waren groen. Die waren schoon, die waren prettig om te wonen. En bovendien had men grote verwachtingen van de moderne techniek. Die zou alles anders maken. Dus een modern gezin zou heel goed en zelfs beter de drukke stad kunnen verlaten. En in Zuid-Limburg op een woonboerderij gaan wonen. Want de moderne techniek zou thuiswerken mogelijk maken. En dan zou je een veel beter leven hebben. Dus in die context had denk ik niemand verwacht dat we nu anno 2018... praten over de stad als koploper, de stad als motor van de economie. En ik citeer nu graag uit een ander boek. Een boek dat heet The Triumph of the City. En dat wij nu eigenlijk van dag tot dag de krant lezen en er koppen zien als waarom we allemaal in de stad willen wonen. Gekte op de huizenmarkt in de stad. De grootste kansen liggen in de stad. Nou, waar maar mee gezegd is dat de stad haar eigen dynamiek kent. En we kennen het allemaal, hè? Wijken die heel erg zijn veranderd. Zo waren er altijd wijken die, ja, daar woonden voorname mensen, oude families. En die transformeerden tot wijken waar eigenlijk alleen nog maar kantoormensen kwamen overdag. En omgekeerd, wijken die heel monocultureel Hollands waren, die zijn heel divers geworden. En zo zijn er heel veel voorbeelden te geven van die veranderingen. En zo gaat dat. En dat is denk ik wat grootstedelijke dynamiek met zich meebrengt. Maar dan nu. Nu zien we dat prijzen de pan uitreizen. De huren die stijgen schrikbarend. Hypotheken van €1.400 per maand. Dat lijkt bijna normaal te worden. Er zijn nu zo'n 425.000 mensen die te weinig verdienen voor een koopwoning. Maar te veel voor een sociale huurwoning. En die dreigen dus tussen wal en schip te belanden. En ik denk dat ook de inclusiviteit, belangrijk in een stad, dat die daarmee op het spel staat. Terwijl de stad, in mijn optiek, er voor iedereen moet zijn. Dus ik denk aan de leraar, ik denk aan de schoonmaker, ik denk aan de nachtzuster, aan de student, aan ouderen, aan gezinnen, aan iedereen. En als dat zo is, dan gaat het schuren. En dan moet je iets doen. We hebben het ook gezien. In de crisisjaren was het muisstil. Er werd eigenlijk niet meer gebouwd. En nu, in de meeste steden waar je komt, daar hoor je de heipalen. Daar zie je de hijskranen.
Er zijn nu zo'n 36.000 bouwvakkers van de 60.000 die in de crisis eruit zijn gevallen, werkloos zijn geworden, zijn er 36.000 terug. Maar dat betekent dus nog 24.000 te gaan. We kennen ze allemaal, of misschien heeft u het zelf. Je wilt je keuken verbouwen, een dakkabel plaatsen. Er is geen aannemer te krijgen. Dat is echt heel lastig. En tegelijkertijd, we zijn in Amersfoort, dat is booming. Maar je hoeft niet zo heel ver te reizen in Nederland om in een gebied te komen waar het krimpt. Waar heel veel te koopbordjes zijn in gemeenten. Dus dat is wat er aan de hand is in Nederland. De hijskraan verhuur zit in een recordhoogte. De bouwprojecten, die stampen we nu de grond uit. Mijn eigen stad Amsterdam, bijvoorbeeld de Bijlmer Baaijes, wordt getransformeerd tot het Baaijes kwartier. Met meer dan 1300 nieuwe woningen, totaal nieuwe wijk in Utrecht. De transformatie van het voormalige belastingkantoor bijvoorbeeld. Er gaan komen starterswoningen, komen studentenwoningen. Rotterdam en Den Haag gaan ook behoorlijk de hoogte in. Dat is ook een nieuwe trend. Je ziet ook dat de overheden bijspringen. Bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland die heeft gezegd, als er een tekort is bij de gemeente aan deskundigen om snel vergunningen te verlenen, bouwplannen goed te keuren, dan springen wij bij. Ik ben in Limburg geweest, in het parkstad Limburg, waar ze mooi werken aan bouwen in combinatie met verduurzaming. En daar doen ze dat in combinatie met het mijnwater. Dus er gebeurt ontzettend veel. Ik zou bijna zeggen, heel Holland bouwt. Ja, en wat mij betreft is er nog ruimte voor vele seizoenen van dit programma. Want bouwen begint ook bij creativiteit. Ik denk dat het vandaag veel over creativiteit is gegaan. Ik was, voordat ik hier kwam, op werkbezoek bij de Wagenwerkplaats hier in Amersfoort. En eigenlijk een rangeergebied, hè, maar ja, in ongebruik geraakt. Het werd niet meer gebruikt voor waar het oorspronkelijk voor was. En nu is het eigenlijk een kruispunt voor bedrijvigheid, veel ondernemers, maar ook een plek waar grootschalig, heel dicht bij het hart van de stad, nieuwbouw mogelijk is. En ook dat zie je op verschillende plekken in Nederland. In Lelystad, een nieuwbouwproject, en dan zie je een nieuw huis, nieuwe woning met beneden een woonkamer, boven drie slaapkamers. Er is een tuin, er is een zolder. Nou, heel normaal zou je zeggen. En toch was het dat niet wat ik daar zag, want het is helemaal prefab. Dus in plaats van een paar jaar bouwen aan zo'n wijk, is het een kwestie van een paar weken. Dat is een creatieve oplossing. En dat helpt bij het vlot trekken van de woningmarkt zoals die vandaag de dag is in Nederland. Want alle bouwwoede ten spijt, het is nog niet voldoende. Het is nog niet voldoende om op korte termijn verlichting te brengen, ontspanning te brengen in die woningmarkt. Het tempo moet eigenlijk omhoog. Het moet sneller, het moet gerichter. En ik vind het ook mijn taak als minister om te zoeken naar manieren om dat voor elkaar te krijgen. Dus hebben we gekeken naar de crisis- en herstelwet. Hoe we die kunnen aanpassen op weg naar de nieuwe omgevingswet. Zodat experimenten sneller kunnen beginnen. Zodat procedures kunnen worden verkort. En in de woningwet wil ik eigenlijk meer ondersteunend laten zijn aan de grote verschillen die er zijn regionaal in Nederland. We hebben inmiddels bijna 40 miljoen euro gereserveerd. Dat is al heel lang geleden. 40 miljoen euro gereserveerd voor een fonds voor binnenstedelijke transformatie. Ook iets waar veel steden in Nederland mee kampen. Er is geld. De ontwikkelaars staan in de rij om dingen te doen. En toch kan het feit dat er binnenstedelijk eerst veel voorbereidend werk moet gebeuren om een project te realiseren, kan een grote belemmering zijn. En ik heb goede hoop dat ook andere overheden en de BNG en dat die gaan meehelpen om dat fonds groter te maken. Het kabinet besluit binnenkort over 200 miljoen voor de regio's. Dat is ook heel concreet. En ik ben met een aantal regio's eigenlijk daar waar het meeste knelt in gesprek om echt prestatieafspraken met elkaar te maken, zodat we zien dat bovenop die aantallen die nu al worden gerealiseerd in die regio's, dat die woningkrapte nog sneller en beter kan worden opgelost. En dan gaat het natuurlijk over de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Utrecht, de metropoolregio Amsterdam. Het gaat over de stad Groningen en het gaat over de regio Eindhoven. Tussen nu en 2026 hebben we het nog over ongeveer 500.000 extra woningen. En dat zijn echt forse aantallen. En van dat 500.000 moet er 300.000 in die 5 regio's worden gerealiseerd.
Een van de onderwerpen, hè, want doordat die markt nu zo onder druk staat, zie je ook onwenselijke ontwikkelingen. Ik sprak er hier ook over. Middenhuur, in Nederland toch al een onderontwikkeld segment. Daar zie je dat de prijzen eigenlijk onmiddellijk bij realisatie al de pan uitreizen. Dat kan niet de bedoeling zijn. En ik ben ook echt bereid om met gemeenten te praten over een tijdelijke noodknop, om een rem te zetten op die ontwikkeling van die prijzen in die middenhuur. Een ander voorbeeld speelt al wat langer in Amsterdam, maar dat speelt inmiddels ook in een aantal andere steden. Dat is de enorme vlucht die de vakantieverhuur heeft genomen door die platforms die dat aanbieden. Ook daar wil ik graag bij helpen. En met de corporaties en met Edes wil ik graag kijken naar de investeringsruimte. Omdat ik me heel goed realiseer dat in sommige steden meer moet gebeuren, terwijl de corporaties die daar werken nou net financieel wat krapper zitten. En in andere regio's de corporaties wel ruimte hebben. Dus het komt er eigenlijk op neer dat iedere stad, iedere regio in Nederland is anders, heeft een andere geschiedenis. En er is dus maatwerk nodig om deze knelpunten op te lossen. In de steden gaat het om genoeg woningen, maar daarbij ook aandacht voor de verschillende groepen van mensen. En in de regio gaat het vaak over de krimp en de specifieke problemen die dat met zich meebrengt. Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast. Het gaat over wonen, het gaat over mensen, maar het gaat ook over onze economie. Dus een kleine elektronica zelfstandige, ik noem hem even Herman, die zegt dan, ja, die tv van 3000 euro, die verkoop ik nu weer regelmatig. Hij zegt, wij profiteren van de opleving van de huizenmarkt. Mensen kopen een nieuwe tv, vervangen hun wasmachine en ze willen nieuwe spullen hebben. Dus het is een aanjager. De huizenmarkt is een aanjager van de economie. En een lopende huizenmarkt biedt niet alleen kansen voor hogere omzet voor het MKB, maar ook voor innovatie. Ook voor verduurzaming. En ik denk dat het onze opgave is nu om ervoor te zorgen dat we die kansen met elkaar benutten. Als wethouder in Amsterdam zei ik wel eens, de stad is nooit af. En ik denk dat dat echt zo is. Het einde van de stad komt er helemaal niet, net zo min als het einde van de geschiedenis ooit nabij is. De stad die is van altijd. En kijk, 2000 jaar na Aristoteles zei dus Edward Glaser van het boek The Triumph of the City. Hij zei, de kracht die voortkomt uit menselijke samenwerking is het geheim achter het succes van beschavingen en de primaire reden waarom steden bestaan. En ik denk dat dat zo is. En die samenwerking die zoek ik ook. De samenwerking met iedereen die hier vandaag in deze zaal aanwezig is. De samenwerking met bestuurders, maatschappelijke organisaties, ondernemers, wetenschappers, actieve bewoners. Want dat is wat wij moeten doen. We moeten samen de handen ineens slaan, inspelen op de dynamiek die er nu is. De kansen benutten die we nu met elkaar zien. En daar wil ik als minister van BZK, en laten we het dan voor de verandering ministerie van Bouwzaken noemen, heel graag bij helpen. Ik dank u allemaal zeer. Thank you.